Hallo. Wie is er weer thuis van vakantie? We zijn er weer, hè? Kom je lekker spelen? Ja. Ja. Mama, ik bij papa. Hé! Hey. En is een kiekenbelachen? Hey. Ja, heb jij ook gewoon? Ja, begin maar. Beginnen we nu wel. Kijk eens. Ik... Hallo, Sesam, open nu. Ik had mega veel last van mijn ogen, dus ik heb even mijn brilletje gehaald. En nu ben ik een ei aan het pakken. Hallo vriend! Hallo! Ben je weer thuis? Ja! Wat fijn! Hallo Koen! Hey vriend! Bami in de maan. De eerste dag van... Mama! Ja? Mama op de koekoekjes. Nee, dan is het echt... Nee, koekoekjes! Dit is een beetje Bami, hè? Ja, yes, Bami. Bedankt, je koekoekje. Kom. Hey. Hallo. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en wij hebben er al, of wij, ik heb er al een hele poosje op zitten. Het is nu 10:30, ik heb de jongens pas net uit bed gehaald. Die hebben geslapen tot 10:00. Dus dat is wel heel bizar. Morris is niet helemaal fit, geloof ik. Ze zitten nu te eten. En hij eet wel goed, dus dat is fijn. We doen vandaag lekker binnenhangen. Ik heb al vanaf 10:30, vanaf 7:30... iets eerder gewerkt. En daar ga ik zo nog even mee verder. Als de jongens de boterhammetjes op hebben en de rest van de dag doen we gewoon lekker binnen. Het is druiderig herfst weer. En de rest van de week wordt het weer beter. Dus vandaag nemen we het hier maar even van. Ook wel fijn. Ik hou jullie op de hoogte. Wie is het thuis? Wie is het thuis? Ja, papa. Ik heb papa knuffel. Hij is niet vet. Ik heb papa knuffel. Ga jij mij pakken? Nee. Hey, vriend. Het is inmiddels 5:30 en ik heb jullie de hele dag niet gezien. Want ik heb de hele dag gewerkt, de dag van een halve dag. Dus het liep allemaal een beetje anders dan ik vanochtend bedacht had. Plus de jongens die sliepen maar een uurtje. Die werden allebei verdrietig wakker. Die voelen zich allebei niet helemaal... Wat is het? Pak hem dan. Pak hem dan. Die voelen zich allebei niet helemaal jovel. En nu ga ik koken, lasagne. En ik heb de wensenlijstjes, zegt Pip. Ik vraag een ritje op Sint's mooie paard, zegt Pip. Dat wil ik het allerliefst. En jij, Woezel? Goedemorgen, lieve mensen. Het is woensdag 3 oktober. Oh. En wij zijn vrij vandaag. En deze kruimel is heel verkouden. Ben je zo verkouden? Ben je zo verkouden? Ja. Mama. Ja, kom niet zo verkouden. Het is heel verkouden. Ze hebben wel redelijk geslapen. Wacht even dit op. Wow. Ze hebben wel redelijk geslapen tot 7:45 of zo. Dus we mogen niet klagen. En ik kon er ook niet zo heel goed uit. Want we lagen er gisteren weer wat later in. Dus eer dat wij... gingen slapen. Oké, ik ga deze baby even aandacht. Moet mama jou zo een beetje aandacht geven, hè? Baba. 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 Mooi, hè? Mama. Nou, ik ga vandaag dus in ieder geval niet met ze naar Monkey Town, want dan wordt het één grote bacilleninvasie daar. En daar is sowieso altijd heel veel snotneus, dus daar gaan we niet aan beginnen. Maar misschien dat we zo eventjes naar de kinderboerderij fietsen of zo. Of in ieder geval eventjes daaruit, want het is wel zonnig. Oeh, zo'n plan van vandaag. Auntie! Kom, gaan we in de keuken kijken. Misschien komt Auntie naar de keuken. Trekken. Zachtjes trekken. Die is zwaar, hè? Mama helpen. Hij is jong, hè? Oh, hey, mooie man. Oké, de kindjes die liggen allebei in bed. Het is 3:00. Vanochtend was leuk. We waren even bij Auntie op de koffie. Hebben jullie gezien? Daarna waren
was Anne hier met Saar en met Mees. En die hebben heel lekker gespeeld met de kindjes, dus dat was top. Daarna was hier één grote ontplofte zwijnenstal en de restjes die liggen er nog. Dus dat ga ik zo even opruimen, maar ik moet eerst even wat werk doen. En dan staat de planning voor nu. Straks ga ik niets bellen voor mijn nagels, dat is nodig. Onbeschoft, maar goed. Dat is nodig en daarna heb ik met Koen een avond vrij. Dus dat is ook fijn. Hey, schat. Hey, schatje. Oké, het is 9 uur. Ik ben thuis. Ik heb mijn nagels wel laten doen. Zo. Bij Is, dus daar ben ik heel blij mee. Ik sta erbij gekletst, dus dat was heel fijn. Koen is nog boven, dus ik denk dat Benjamin niet wilde gaan slapen. Die waren allebei, of die zijn, heeft allebei snot verkouden. Als een echt gewoon wat je niet wilt. Dus ik verwacht dat dit er niet echt in had. Ik ga zo even boven kijken en ik ga even dit uittrekken en een joggingbroek aan. Of een gezellige badjas waar iedereen zo ontzettend vrolijk van wordt. Ja, dat is voor nu het plan. En dan zie ik jullie denk ik morgen. Misschien zo meteen even en anders zie ik jullie morgen. Ben ik weer in mijn knappe badjas. Het probleem was inderdaad dat Benjamin nog niet sliep en die werd toen Koen beneden kwam meteen weer wakker. Dus daar heb ik net mee op de arm gezeten en nu slaapt hij. Het is toch mommy magic. Dat is echt het meest verschrikkelijke woord ever. Vreselijk. Mommy magic. Nee. Ja, dat zal toch iets zijn wat je als moeder een soort van dan voor elkaar krijgt. Niks te nadelen van jouw capaciteit als vaderschat. Nee, zo klinkt het niet. Hoe zit het te leren? Te studeren. Hij is weer aan het studeren. Hij is heel goed bezig, die man. En ik ga nog even iets aan de vlog doen, denk ik. En dan dadelijk vroeg naar bed. Goedemorgen, lieve mensen. Het is donderdag en ik ben onderweg naar mijn werk. Ik heb weer een lekker stemmetje. Ik heb zonstrot echt. Dus ik kom het nog niet helemaal kwijt. Maar goed, dat overleef ik wel. Ik ga een dagje werken op kantoor. Mama die is bij ons. Die is aan het ontbijten met de kindjes. Die gaan zo hun vaste planning doen, zeg maar. En ik ga werken. En ik heb mijn sporttas bij, zodat ik straks meteen door kan naar de sportschool. Ja, we blijven lekker bezig, zullen we maar zeggen. Vanavond ben ik alleen. Koen is trainen. Dus dan kan ik ook nog een beetje werken. En ja, gewoon een typische donderdag. Het is 5 uur. En ik heb weekend. Dus dat is fijn. En nu ben ik in de sportschool. Dus ik ga even wat doen. Oké, jongens. Deze meid kan morgen niet meer lopen. Ik loop nu alsof ik iets heel geks heb uitgevreten. Ik ga naar mijn auto. En ik ga lekker eten. En naar huis. Oh man. Mijn benen, jongen, echt. Wat een schrikking. Ik heb hem op de bed. Nee, ik heb hem wel redelijk, hoor. Lukie eruit. Maar Lukie kreeg ook hallo? Een goede bal, hoor. Moritz Bol, hè? Maar dan kun je mooi inzakken. Ik heb hem net bij als de jongen nog verder doen. Wat ga je doen met Junior? Op tafel. Nee, dat kan niet. Zet hem maar op de bank. Het is 9:15. De boys liggen in bed. Ik lig nog steeds in mijn plakkerig sportpak op de bank. Echt te ranzig. Dus ik ga nu even douchen en deze meuk uittrekken. En dan ga ik de vlog voor morgen online zetten en dan houden we het voor gezien. Oh, dat was juni. Ik heb zwarte handen. En ik ben gewoon weer verkouden. Het is gewoon niet normaal. Wat is er gaande, jongens? Weerstand van de natte krant. Dus, ik hou het voor gezien van vandaag. Goedemorgen lieve mensen, het is vrijdag 5 oktober en dat wil zeggen dat papa vandaag jarig is. Papa wordt 55, dus die gaat nou echt richting de 60. Logisch. Nibra, hij wordt vandaag 55 en hij is vandaag gewoon aan het werk en wij doen vandaag ook gewoon ons ding, maar vanavond gaan we daar wel eten. En gewoon bij elkaar zijn. Bij elkaar zijn. Hij houdt er niet van om zijn verjaardag te vieren, dus dat gaat hij ook niet doen en dat is prima. Voor nu gaan wij boodschappen doen. Geef maar een junior. Niet loslaten, hè? Ja. Eentje voor Pelle ook? Nee, niet het hele bakje.
Hier, voor Pelle. Gewoon zo vasthouden, hij komt vanzelf. Hallo. Wij hebben de boodschappen gedaan bij de Lidl. En nu lopen we lekker in het dorp. Ik moet voor papa's verjaardagscadeau nog wat halen. En ik moest even naar de Pearl om iets op te pikken voor een campagne. Maar dat heb ik al gedaan, dus dat is fijn. En ja, we liggen lekker op schema. Dus we gaan dadelijk denk ik even lekker op het terras wat eten. Want het is prachtig weer, dus daar worden we heel erg blij van. Dus ik zit op het terras met mijn BFF, met Pootje en Miek. En de jongens zijn lekker aan het spelen. Ja. En ja, we hebben eigenlijk niet zo heel veel te klagen. Zo, consumptie. Niet zo heel veel te klagen. Jullie hebben zich overgeslagen, want het is inmiddels 5:50. En de jongens hebben geslapen. We hebben echt heel lekker op het terras gezeten vanmiddag. Ja? Ja, daarna heb ik een beetje in huis gerommeld, cadeautje voor papa voor zijn verjaardag afgemaakt. En nu gaan wij... Wat gaan we doen? Hoi, zit je op de fiets? Ja. Zijn wij nou aan het vloggen? Niet mama. Huh? Papa moet nog een beetje oefenen, hè? Papa heeft de hele tijd de verkeerde mensen in beeld. Hoi! Ja. Waar gaan we naartoe? Naar oma. Theater. Oh, is dat leuk? Ja. Ja? Maar eten bij oma. Oma is thuis. Oma is thuis, hè? Kijk. Kijk, we worden ingehaald, Morris. Nee, mama kan niet meer fietsen, maar hij heeft zo'n spierpijn. Meine Güte. Mama, kan je? Mama kan wel fietsen, hè? Wat is mama anders aan het doen? Kost een beetje extra kracht. Oh! Oh, wat was dat? Een motor. Een motor? Ja. Ja. Een soort van, hè? Ja. Ja. Dat is een scooter. Wij gaan lekker een feestje vieren. Eten. Yay. De zee was. Shit, ja. Ja. Zie? Mooi. Het is de vlog. Ja. Nou ben je in de vlog. Ja, de vluchtgang. Nee, de vluchtgang. In de vlog ben je nou. Ja. Weet je wat dat is? Nee. Dat is een filmpje. En dat komt dan op YouTube. En dan kunnen andere mensen het filmpje kijken. Waar is YouTube? YouTube. Nee. YouTube. Niet het leven zelfs, hè? YouTube. Nee, dat is gewoon, daar staan allemaal filmpjes op. Ah, mooi. Ja, maar nou zien de mensen jou ook. Ja, mooi. Heel mooi. Heel mooi, meisje. Morgen, lieve mensen. Het is zaterdagochtend en het is weekend. Het is iets voor 9:30. Koen en Morgen zijn samen naar de kapper. Benjamin zit hier achter mij te eten. Ik heb een afspraak in het dorp nu. Dus daar ga ik even naartoe. En daarna gaan we naar Steven Maris en de kindjes Veenendaal. Zo, in Veenendaal. Dus dat is heel erg leuk. Ik neem jullie mee vandaag. Hoi. Zal ik even een tukje doen? Klein tukje doen? Ogen dicht. Ja, doe maar. En Vive, krijgt Vive geen kus? Zeg maar, hi vriendin. Hi vriendin. Wij zijn op het stadstrandje. De kindjes zijn hier lekker aan het spelen. Yes. Kleedje.
Het is echt super mooi weer. Hey boys! Hey Riffy! Het is 17:37 en wij zijn bij de pannenkoekenbakker in Veenendaal. We hebben helemaal in het zonnetje gezeten en nu gaan we lekker pannenkoeken eten met de kindjes. Die moet uit je mond als je buiten gaat spelen. Chop chop! Kom maar, stop hem maar in de tas. Nou, wij gaan in ieder geval lekker pannenkoekjes eten en rozeetje drinken. Poedersuiker! Waar is je, waar is het mannetje? Waar is het mannetje? Passen. En ja, we hebben echt weinig met mensen jongens. De zon schijnt, het is super lekker weer. Speeltuin. Fijn gezelschap. Een speeltuin moet ik laten zien. Hier zo. Top. Alleen we moeten daar wel nog, hoe lang? Hoe ver is het? Een half uur. Een half uurtje lopen. Een half uur naar huis lopen. Dus de pannenkoek zijn we al kwijt voor het thuis zijn. Doei. Dankjewel. Laatst wat jullie zagen was dat we bij de pannenkoekenkoker waren. Inmiddels is het 9 uur en hebben we besloten dat we maar gewoon hier blijven. Want ik heb gedronken en veel gedronken en dan is het gewoon verstandiger om niet meer te gaan rijden. Dus dat gaan we niet meer doen. De kindjes liggen al te slapen inmiddels. We hebben 2 peuters, 2 dreumissen tegelijk in. Ik bedenk me, hè, zou die frietent nog open zijn? Ja. Echt? Tot hoe laat? Volgens mij tot 10. Oh man, man, man. Zou ik nog een softijs kunnen halen? Ja. Ik was zo intens gelukkig van het idee van een softijs. Willen jullie ook een softijs? Oh, wil jij een softijs? Ik zie denk je die. Ik zie dat ding daar hangen. Ik denk, oh, oh, die moet ik. Nee, ik zit helemaal niet. Oké, okay, nou, ik ga de softijs halen. Nou, ik ben dus de daad bij het woord aan het voegen. Want ik wil nu echt softijs. En nee, voor iedereen die nu zwenkt. Voor iedereen die nu denkt, de meid is zwanger. Is niet het geval. Maar de meid heeft echt een potje trek. Dus ik dacht, ja, steken we over, halen we even een softijs. Dus dat ga ik nou doen. Hier bij, waar zijn we? Cafetaria De Punt, jongens. Dit ook echt, dit fantastische schoeisel. Om het af te maken heb ik dit. Zie je die hem? Ik heb gewoon een wind hier op mijn lip. Maar goed, ik ga mijn ijsje meenemen naar huis. Dankjewel. Doe. Oh, ga, nee, is goed zo. Ja. Gaan we jongens, met ijsko. Hoogtepunt van deze dag. Op deze ontzettend knappe slippers. Oh, kleine vrienden. Hoe is het? Hebben jullie bij elkaar gelogeerd? Oh, knuffeltjes. Wat heb je daar? Kikkerpiezen. Heb je daar allemaal diertjes? Ja. Mooi zeg. Hebben jullie lekker geslapen? Ja. Ja. Riven. Riven in dat bed, hè? Riven in die bed. Riven in die bed. Riven in het grote bed, hè? Ja. Maar de bestuurder reed gewoon door en ik was te druk bezig met tegenmorgen zeggen dat er niks aan de hand was, dat ik ook het kenteken niet op heb kunnen schrijven. Maar goed, echt bizar. Hij trekt gewoon zo aan zijn stuur en hij klapt tegen me aan. Ik ben een beetje van onder de indruk. Maar goed, ik hoop. Het ging niet. We reden denk ik. Ik reed wel hard, maar hij niet zo heel hard. Want hij moest er dus in. Hij wilde dus bij mij. Nou ja, ik weet het. Het is inmiddels bijna 9 uur en we zijn weer thuis van voetbal. Ik heb even getukt, want ik had mega erg koppijn. De schade aan de auto, van ik dacht dat het wel meeviel, is toch een behoorlijke deuk. Een dikke lakschade. Dus ik heb aangifte gedaan bij de politie, want blijkbaar heeft de bestuurder van de auto die tegen me aanreed dan ook nog de kans om zelf, zeg maar, melding te maken.
Dus we wachten maar even af. Ik ben er echt heel erg van geschrokken en ik baal er vooral heel erg van ook. Maar goed, het is maar blik en het weekend was te fijn om het daardoor te laten verpesten. Dus let it go, kan het nou toch niet meer veranderen. Een ongeluk zit in een klein hoekje blijkt wel. Gerren met Morris, die was er zo van onder de indruk, die kwam bij voetbal aanlopen. En het eerste wat hij zei was, opa, opa. Een grijze auto tegen Morris deur botsen. Botsen, zo dat hij. Maar goed, nou ja. Maar hopen dat die man zelf melding maakt en zo niet, dan komt het ook goed. Nou, in ieder geval, wij gaan nu een soepje eten en familie kruisje kijken en dan lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Het is maandagochtend en ik ga er toch weer afsluiten. Maar ik laat eerst wat ik aan heb. Dit jasje is van Kiwa, overhemdje, blouseje van H&M, broek van Next en schoenen van Michael Kors. De week is er voorbij. Ik ga de kindjes wegbrengen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog als je het maar leuk vond. En dan zie ik je heel graag bij de volgende weer. Doei!